waardeloos. Alleen maar buizen, 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 instellingen en buizen. De buurtbewoners van de Elleboogkerk kijken al jaren aan tegen steigers en dichtgetimmerde ramen. Ze zijn dan ook blij dat de ruïne van het monumentale pand nu eindelijk wordt herbouwd. De casco van de kerk die gaat herbouwd worden. En dat houdt in de hele buitenkant, inclusief dak, is dat in ieder geval de buurt weer eruit komt te zien zoals voor de brand. En dat is het belangrijkste. Eind vorig jaar maakte de gemeente bekend dat het Armando Museum niet terug kan naar haar oude onderkomen in de afgebrande kerk. Het museum verhuist dan ook naar een landhuis in Oud-Amelisweert. Maar nu is er ook voor de buurt duidelijkheid. Het heeft veel te lang geduurd, dat klopt. Met name te danken aan de politiek, waardoor dat gebeurd is. Maar daar zijn we gelukkig nu doorheen. Toch kijken de buurtbewoners wel met argusogen naar de verbouwing van de Elleboogkerk. Verzakkingen van huizen, scheuren in muren. Eventueel bij verschuivingen van hele watermassa's door zware bouw. Volgens de aannemer kan er weinig misgaan tijdens de bouw. Maar voor de zekerheid blijft de Belangenvereniging van Buurtbewoners voorlopig nog wel even bestaan.